De telefoon Fleur Agema, goedenavond. Goedenavond. Tweede Kamerlid voor de PVV. De zorg kiest vanwege het personeelsprobleem steeds vaker voor kwantiteit in plaats van voor kwaliteit, is wat Monique Kemp beweert. Constateert u dat ook? Ja, ik deel die zorgen wel, ja. Ja, wat zegt het? Nou ja, het zegt dat in ieder geval de zorgwerkgevers veel te weinig mensen hebben die niet alleen er zijn, maar ook van een goede kwaliteit zijn. Ja, waarom lukt het niet om voldoende geschoold personeel te krijgen? Nou ja, de afgelopen jaren ben ik er natuurlijk heel veel mee bezig geweest om daar ook de vinger achter te krijgen. Maar het is voor een heel groot deel ook een geldkwestie. Wat ik veel van instellingen hoor is dat ze de mensen nog wel kunnen krijgen, maar dat ze niet kunnen betalen. En dat was voor ons ook een grote beweegreden, om veel meer geld voor de zorg te vragen. En daar komt ook de 852 miljoen vandaan, die vanaf januari extra naar de zorginstellingen gaan. Dus naar de verpleeghuizen, de verzorgingshuizen en de gehandicapteninstellingen. Dat is niet genoeg. Nou ja, dat geld komt er vanaf januari bij en het is een hele forse impuls. Hè. Alleen al in de instellingen staat dat voor zo'n 12.000 extra zorgmedewerkers. Een deel van het geld is bedoeld voor de loonsom, maar een ander deel ook voor scholing en stagefonds. En dat moet een flinke impuls geven. Ik beloof geen gouden bergen. Ik denk dat het altijd ook in de toekomst een probleem zal blijven, voldoende gekwalificeerd personeel. Maar het is wel een hele grote impuls die ook heel hard nodig is. Ja, wat doet u eraan als gedoogpartner van het kabinet? Wat zegt u? Wat doet u daaraan dan als gedoogpartner van het kabinet? Nou ja, we hebben in ieder geval het extra geld geregeld. Hè? Dus dat was een van de voorwaarden voor ons om mee te doen als gedoogpartner. Er wordt 18 miljard bezuinigd op alle andere ministeries. En dit geld gaat er dus echt extra bij. Ja. En dan bij de instellingen. Dus dat is wat wij als een van onze belangrijkste voorwaarden hebben gesteld om überhaupt mee te doen. Ja, er waren ook duizenden verzorgenden beloofd. Hè? Komen die er wel, denkt u? Ja, vanaf januari komt het extra geld erbij. En zoals ik al zei, het is 852 miljoen euro structureel. En ongeveer 600 miljoen euro daarvan is nodig voor de loonsom van zo'n 12.000 extra medewerkers. Ja, en de rest zal gebruikt worden voor scholing. Maar het kan ook gebruikt worden voor materialen die de werkdruk verlagen, zoals tilliften en dat soort dingen. Ja, meer dan handen alleen. Ik dank u hartelijk, Fleur Agema, voor deze reactie. Tweede Kamerlid van de PVV.